Alle schepsels van Allah azawajal zijn een teken. Kijk naar de dag, kijk naar de nacht, kijk naar de zon, kijk naar de maan, kijk naar de flora, kijk naar de fauna, kijk naar de watervallen. Kijk maar een documentaire over de oceaan en het dierenrijk en de mensenrijk. Jij bent 1,70 meter, 1,80 meter, 1,90 meter, maar jouw darmen die zijn bijna 12 meter. Jouw vingerafdruk die zijn uniek. Geen enkele vingerafdruk is identiek, terwijl er miljarden mensen op deze aardbol rondlopen. In dit alles zijn tekenen van Allah azawajal. Dit kan nooit toeval zijn, maar het is aan ons of we dit willen zien of niet. En Allah azawajal heeft ons niet nodig. En daarom zegt Allah azawajal zoals staat in de hadith al-Qudsi. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Faman wajada khayran falyahmadillah. Waman wajada ghayra dhalik. O mijn dienaren, het zijn slechts jullie daden die ik voor jullie bijhoud. Die ik voor jullie aan het bijtellen ben. Degene die iets goeds vindt, laat hem Allah dankbaar zijn. En degene die iets anders vindt, die Yawm al-Qiyamah geen boek krijgt in zijn rechterhand, die moet het niemand kwalijk nemen, behalve zichzelf.